Goedendag, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Pieter Stuurman en ik heb zojuist een boeiend en inspirerend gesprek gehad met econoom en schrijver Ad Broeren. Meeste mensen kennen hem natuurlijk van zijn werken over de met name monetaire economie, maar we zijn vandaag wat dieper gedoken in wat hij zelf de menselijke economie noemt en dan met name dat menselijke aspect. En dat natuurlijk ook gerelateerd aan de toch in ogen van velen onmenselijke ontwikkelingen van het laatste jaar onder invloed van het hele COVID-verhaal. Ik vond het zelf een heel prettig en boeiend gesprek. De tijd is omgevlogen. Ik hoop dat jullie het ook fijn vinden. Veel plezier.